Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum. Welkom bij Couleur Lokaal. We gaan het vandaag hebben over een kleine bioscoop, een nog kleiner theater, over het onderwijs en over de politieke situatie in ons dorp. Groot welkom onderwijs. Bij Couleur Lokaal. Vier gasten weer bij mij aan tafel bij deze aflevering van Couleur Lokaal. Ik ga praten met Erik Weel over Bioscoop Corso. Frank Boske over zijn huiskamertheater. En met Jaap Albers, die zit 40 jaar in het onderwijs. En ook nog op dezelfde school, Clusius. Ja. En met onze eigen politiek commentator Maarten Glory, net afgestudeerd als politicoloog. Ja, moeilijk woord. Ja, en gaan we even de huidige situatie in het dorp doornemen, want... Ja, ik snap het niet meer. Dus misschien weet jij, kun jij het uitleggen. Maar we gaan hier eerst hebben over de Corso, Erik. De bioscoop. Want je wil hem verplaatsen. Maar waarom? Ik vind het zo'n leuk, schattig bioscoopje. Ik kom er zo graag. Ja, Corso is een prachtig instituut. En ik we doen de exploitatie met heel veel plezier. Alleen, ja, alles wat voor het goed is, dat kent ook een helderheidsdatum. En de Corso Bioscoop wordt volgend jaar 80 jaar oud. Gaat zijn 80ste verjaardag vieren. Maar ja, het pand heeft ook, de tijd heeft ook, het pand, ja, het pand is niet meer helemaal up-to-date. Nee, we horen het staat op instorten. Nee, dat zeker niet. Het is wel veilig nog. Nee, het pand is prima onderhouden. Daar doen we ook ons best voor. Alleen de huidige bezoeker, die kunnen we niet optimaal bedienen in het huidige pand. En wat kan je dan niet bedienen? Nou, ik vind het prima daar. Prima bediend. Nee, inderdaad. Ja. De oudere bezoeker heeft moeite met het pand te betreden. Zeker de zaal om het pand in te komen. En de zaal boven is alleen met een trap bereikbaar. En het tweede is dat het horecagedeelte in verhouding tot de zalen een factor 3-4 te klein is. En een ander punt is dat voor de breedte van de programmering van een modern filmhuis, wat Corso in feite wat Corso is, is er te weinig zaalruimte. De stoelen, het aantal stoelen zou maar een beperkte uitbreiding behoeven, maar het aantal zalen, het aantal schermen is te klein. Ja. En dat is niet te realiseren. Maar je hebt nu twee zalen en hoeveel stoelen? 224. Dus als het uitverkocht is, dan zitten er 224 mensen. Ja, correct. Ja, dan heb je inderdaad wel een wat krappe horecagelegenheid. Dat kun je zo wel stellen, wel heel erg krappe horecagelegenheid. Ja, mag je per rij een consumptie halen. Ja, zoiets. Ja, maar je zegt het pand bestaat al 80 jaar, bijna. Ja, 1937 is Corso ook als Corso Theater, hè, de naam zegt het al. Is als filmtheater neergezet door vijf ondernemers hier uit, hier vijf lokale ondernemers. Die vonden dat er lokaal vermaak moest zijn en dat we niet met z'n allen richting Alkmaar toen de tijd zouden moeten. En het heeft 80 jaar functioneert prima. Ja. En jij bent er sinds 2004 bij betrokken geraakt, hè? Klopt, de laatste 12 jaar. Toen dacht je opeens, laat ik eens een bioscoop kopen. Ja, het is meer dat sommige dingen zo lopen. Ik was op zoek naar andere woonruimte. En Dorpstraat, die trekt mij. De locatie tegenover het oude raadhuis. Ik vind het zelf het mooiste pand. Of een van de mooiste panden in Castricum die er zijn. Dus ik ben een keer in dat pand gaan kijken. Met intentie wonen. En toen zag ik zo'n leuk bedrijf wat er ook bij te koop was. Dat ik denk van ja... Maar je wilde er gaan wonen, dus je wilde eigenlijk een einde maken aan het bioscoop gebeuren. De bioscoop stond al vrij lang te koop. Ja. En ik ging in principe voor het woonhuis, maar dat ligt aan de achterzijde. De oude Pjotterbar. Juist, de oude Pjotterbar. En, maar het woonhuis voldeed niet aan de verlangens die ik had. Alleen zag ik wel zo'n leuk bedrijf dat ik denk van dit is de moeite waard om voor te zetten. Ik kwam ook regelmatig. Maar je bent niet iemand die van huis uit daarmee is opgegroeid. Je bent boerenzoon, heb ik net begrepen in het voorgesprek.
Dat klopt. Ja, jij trouwens ook, hè? Ook al. Ook, ja. Ook een dus boerenzoon. Met twee boerenzoon aan tafel. Boer, ja. Dat moet goed komen. Ja. Godzijdank. Vrees de vreselijke wezen. Maar je hebt het niet van huis uit meegekregen? Of was je altijd filmfan? Nou, ik kwam regelmatig in de bioscoop. Maar regelmatig wil zeggen dat ik 5 films in een jaar bekeek. Nou, dat is niet super frequent, maar meer dan gemiddeld. De gemiddelde Nederlander bezoekt 2 keer een film per jaar. Nou, ik was een bovengemiddelde filmkijker, maar niet echt super fanatiek. En ja, dan rol je op een gegeven moment in zo'n bedrijf. Kwestie van toeval. Ja. Je wil hem nu verplaatsen van de Dorpstraat naar de Brink. Frank, jouw grap was, het lijkt wel Monopoly. Dankjewel. Ja, ik moest hem even aan jou gunnen, deze grap. Maar het lijkt inderdaad Monopoly. Je wil hem verplaatsen naar de Brink. Je bent eigenlijk al heel lang op zoek naar een andere plek, hè? Ja, we zijn vanaf 2008... zijn we op zoek naar een andere plek. Toen hebben we de stap gemaakt naar digitalisering. Of daar zijn we mee aangevangen in 2008. Zeg maar net voor Avatar, dat de bekende film kwam. Wij hadden toen al hadden toen uitgerekend en besloten dat die investering nog kon. Dat het de moeite waard zou zijn. Maar dat de laatste grote investering in Corso zou kunnen zijn. En dat je zeg maar de volgende grote renovatie die op schema staat, dat die niet meer in het huidige Corso zou kunnen plaatsvinden. Dus, en aangezien je weet dat dit soort procedures lang duren, zijn we in 2008 begonnen met het zoeken naar een andere locatie. En dat zoeken is nog steeds niet afgerond, begrijp ik? Nee, er zijn een aantal locaties, zijn de revue gepasseerd, maar we zijn met name bestuurlijk als niet gewenst, afgeserveerd is het verkeerde woord, maar als niet gewenst betiteld. En de hoofdzaak daarvan zit hem in het parkeren. Mm-hmm. En parkeren was steeds, de bezoekers komen deels op de fiets, maar ook deels met de auto. Dus parkeren was steeds een issue waarop we gestopt zijn met ontwikkelen. En zodoende is er uiteindelijk in december 2015 het verzoek naar de gemeente gegaan of het niet mogelijk is om aan de Brink, waar het overlopen parkeerterrein van de gemeente is, om aan de Brink het filmhuis te heffen. En wat vinden die bewoners ervan, van de Brink? Die bewoners van de Brink, dus, dat is even afwachten wat ze daarvan vinden. Natuurlijk is er enige ophef ontstaan, heb ik begrepen. Ik ben niet één op één aangesproken, maar er is enige rumoer ontstaan. Maar het is afhankelijk van de mogelijkheden qua bouw. Want de Brink is in haar geheel eigendom van de gemeente. De mogelijkheden die de gemeente kan geven. En dan kan ik gaan tekenen. En dan kan ik ook, en natuurlijk, uiteraard moet ik rekening houden met de bewoners. Maar dat er bezoekers zullen komen, dat staat boven. En dat ze overlast zullen krijgen ook. Ja, ja, dat is op elke plek. Als je graag in het dorpshart een filmtheater wil hebben, dan komen daar bezoekers. Maar dat is ook jouw eis. Je wil in het dorpshart zitten. Je kan het gewoon buiten gaan zitten. Ik bedoel, in Beverwijk zitten ze toch ook een beetje naast het station. Ja. Het is ook een wens van het bestuur dat voor vitaal houden van het dorp is het een uitgesproken wens dat ik in het dorpshart aanwezig blijf. Okay. Want filmtheater heeft een dubbele functie. Het voor de lokale bewoner is het de plek waar je in de volle breedte films kan zien van mainstream. Van zeg maar mainstream Hollywood, zeg maar James Bond, tot en met een Taiwanese film met een gouden palm uit Cannes vandaan. Het hele palet is zichtbaar en dat is voor de lokaal, maar dus ook voor de bezoeker is dat van belang. Dus de eis is, het moet in het dorpshart, het moet bereikbaar zijn, je moet kunnen parkeren en een plek is dus de Brink in jouw ogen. Ja, dat en waar wacht je dan nu op? Op de toestemming van de... Ik wacht op het fiat van het bestuur. Maar ja, dat is wat schaars gezaaid op het moment. Ja, dat is wel makkelijker nu. Ik denk, er zijn maar 2 mensen nog in het college van bestuur. Dus, nee, 3. Want we hebben nog een burgemeester. Oh ja, burgemeester, ja. Kan ook veel kosten hier. En die zijn volgens mij wel met elkaar eens.
Er worden op het moment geen ingewikkelde besluiten genomen. Dat is het. Het verzoek ligt er om mee te werken en mee te denken aan. Kijk, als ondernemer kun je, ondernemer in het maatschappelijke deel van het ondernemen, want dat is een modern filmhuis, kun je 90% van de zaken kun je zelf. Je moet zelf zorgen voor het pand, de inrichting, zorgen dat je de exploitatie, dat er meer binnenkomt dan het eruit gaat, want anders kunnen we het niet volhouden. Maar een ondernemer van een filmhuis is geen projectontwikkelaar. Dus zaken als RO, parkeren, ontsluiting en dat soort zaken. Het beschikbaar stellen van ondergrond, daar heb je de gemeenschap voor nodig. En die moeten nog die beslissing nemen en dat laat op zich wachten. Al een aantal jaren. Dat is een paar keer uitgesteld en in het geval van de Brink laat het op zich wachten. Ja. Heb je nog een plan B? Nee. Want dit is plan B toch? Dit is eigenlijk plan E. Maar je had dan liever een andere plek gehad dan? Nee, er zijn een aantal plekken gepasseerd waar het steeds op parkeren is stuk gelopen. Okay. En deze plek kun je in ieder geval stellen dat het niet op parkeren stuk zal lopen. En de vraag is of de andere zaken, zoals omwonenden, zoals stedelijke inpassing, zoals bereikbaarheid, of dat die weging zal het bestuur moeten maken. Of ze dat een filmhuis waard vinden. En dat is niet aan mij als ondernemer om die afweging te maken. Het parkeer blijft altijd een gedoe, hè Maarten? Hier. Ja, ik vraag me af, als je dan de bioscoop vestigt aan de Brink, de auto's die al normaal gesproken op de Brink staan, die zullen er dan ook blijven staan. En de bezoekers van de bioscoop komen ook naar de Brink toe. Dus dan wordt de Brink toch een overvolle parkeerplaats? Nou, het is nu het overloop parkeerplaats. Er is voldoende ruimte altijd op de Brink. Er wordt geadviseerd om vanuit het centrum op de Brink te parkeren, omdat er altijd voldoende parkeerruimte is. En ook met de aantallen die je met een filmhuis verwacht. Dat zijn beperkte aantallen in Castricum, omdat gewoon het merendeel van de bezoekers gewoon op de fiets of omlopen. Dat zal een beperkte parkeerdruk geven. En als ik zelf met mijn boerenverstand, mag ik zeggen, gewoon een aantal avonden heb lopen tellen, dan is er voldoende ruimte om te parkeren. Okay. En het is met name ook in de avonden. En de supermarktdruk ligt meer op de zaterdagen overdag. En ligt meer rond 6 uur. Dus dat vult elkaar heel mooi op. Ja. Goed, laatste vraag. We zitten nu in een periode waarbij er niet echt een bestuur is. Hè? Een half bestuur. Wat is voor jou gunstig? Als nieuwe coalitie? Het maakt mij niet uit welke coalitie er komt, als het maar een daadkrachtige coalitie is. Een hard ja of een hard nee, ook op dit onderwerp, daar schiet de gemeenschap wat mee op. En het uitstellen, ja, daar is denk ik ook in dit onderwerp niemand mee geholpen. Oké, dankjewel. Heb jij ook van die problemen, Frank? Met je huiskamer theater? Nee. Nee, geen parkeerproblematiek. Wie zit ook in de Dorpsstraat? Hè? Ja. Nummer 23. Ik mag even een kleine reclame maken. Ja? Ja. Dat nou, je wel. Dan wel. 23 was jij. Ja. Nee, maar jij hebt niks met de gemeente te maken. Ik heb niet zoveel met problemen eigenlijk. Nee, maar je hebt ook niks met de gemeente te maken in dit opzicht. Nee. Nee, eigenlijk nog niet, maar misschien ook wel. Mijn huiskamertheater, weet je, ik haal daar mensen naar binnen die mensen entertainen en die mensen ontvangen. Dus er zitten regelmatig stapels gasten. Ik heb niet zoveel stoelen als Erik, maar ook nog aan de 50. 50 stoelen. En, ja, als je een avondje zit te lachen, dan krijg je ook een droge mond. Dus dan moet er ook wat gezweerd worden. Dus ja. Dat wringt een beetje. Ja, heb je geen horecavergunning? Ik heb geen horecavergunning. Nee. Nee. Maar mag je zo'n kopie mijn ruimte gebruiken? Ja. Soms ook niet, maar dat is wel een soort van besloten gezelschap. We zijn aan het zoeken naar mogelijkheden om dat goed in te richten. Dat het allemaal volgens de regels gaat. Ja. Dit is voor mij een beetje ontstaan uit, je weet dat het mijn oude fotostudio is, waar dat huiskamertheater plaatsvindt. Wat ik nu locatie voor training en coaching noem. Dat hele huiskamertheater is eigenlijk ontstaan omdat ik de ambitie had om mensen met een creatieve inslag de ruimte te geven om die
creativiteit aan een breder publiek te laten zien. Nee, om uit de kast te komen, zeg maar. Ik roep altijd van, er ligt zoveel moois op logeerkamers, in garages en op zolders. En dat vind ik eigenlijk zonde. Dat laten zien van wat je met je ziel en zaligheid maakt, weet ik uit ervaring als fotograaf, dat dat niet altijd even makkelijk is. Dus ik heb geprobeerd om dat letterlijk uit de kast of uit de logeerkamers te halen. Dat was nog niet zo makkelijk en maar ik ben van het een in het ander gerold. Ja, maar de aanleiding was eigenlijk een beetje minder leuk, toch? Dat je met je fotostudio... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat is zo, ja. Je gezichtsvermogen is beperkter geworden. Ja. En daardoor kon je eigenlijk je beroep niet meer uitoefenen. Dus helder. Toen moest je iets anders bedenken eigenlijk, toch? Ja. En is dit, maar ik zeg altijd, dit is niet zo je probleem. Nee. Niet van, nou, dit niet meer. Dan gaan we eens kijken wat de volgende stap is. Nou, maar ben je tevreden over die stap die je toen genomen? Ja, ben ik uiterst tevreden over. Ja. Want hoe lang bestaat het nu? Een jaar of 7. En groeiend? Zeg ik dat goed? Het is 5, 6 jaar. Ja, 6 jaar. Is het een groeiend bedrijf? Enorm. Het is, nee hoor. Nee, ik bedoel, anders moet je misschien op de brink samen met... Ja, nee. Maar, kijk, ik ben het laatste half jaar dat kennelijk de economie aantrekt. Want er wordt meer gebruik gemaakt van mijn ruimte. Die ik verhuur in dagdelen. Aan bedrijven, trainers, coaches. Het is een locatie voor training en coaching. Ik ambieer om mensen bij elkaar te brengen en om kennis te delen. Delen is vermenigvuldigen, is wat er aan de vlaggen wappert als ze in de vlaggenstokken steken. Om mensen bij elkaar te brengen en om een soort verbinding te maken. Dat is eigenlijk mijn overall doel, geloof ik. Dus en daar rolt van het een rol ik in het ander. En is dan het theatergedeelte een klein deel daarvan? Ja, zeker. Ja. Kijk, mijn core business eigenlijk is het verhuren van de ruimte. Ja. En wat ik nu doe is een deel van die ruimte beschikbaar stellen voor incidentele, ideële initiatieven. Er zijn dus nu dan in groepen mensen die met elkaar dingen willen delen. Waar een ideeel achter zit. En die kunnen gratis gebruik maken van mijn ruimte. En dat had ik ook voor ogen met En jij bepaalt dan of het ideeel is? Ik en een aantal andere mensen. Want ik heb al vrij snel bepaald van, nou, daar moet ik niet het veto over kunnen hebben. Mm-hmm. Want ik ben helemaal, ik weet niet alles. En ik schat niet alles even goed in. Dus ik heb een aantal mensen die heb ik bereid gevonden om mee te denken. De wijze 7. En als ik er op een gegeven moment niet uitkom, dan schuif ik het door en zeg van, jongens, nou, dit en dat is het voorstel, daar en daar wil iemand iets. En ik vind het niet zo passend, of ik heb mijn twijfels. Wat vinden jullie ervan? Dus dat doe je en heb ik nog niet nodig gehad. Je hebt die wijze 7 nog niet nodig? Nee, ik ben er altijd uitgekomen met de mensen zelf. Okay. Ja. Dus mensen die uit ideële overwegingen gebruik willen maken van jouw ruimte, daarvoor is het gratis? Ja. Net als voor mensen die daar met cultuur bezig willen zijn of willen exposeren. Die kunnen eigenlijk ook gratis terecht. En dat wringt ook wel eens een beetje hoor. Want dat is niet altijd even makkelijk voor mensen om dat op die manier te accepteren. Maar ik probeer het wel aan te jagen. En dat lukt ze nu dan ook. Ja. Denk, als ik zoals ergens kom en ik zie veel kunst of aardige dingen. Of ik weet dat mensen mooie gedichten schrijven of verhalen kunnen vertellen. Of kleinkunst beoefenen of nou ja, noem maar op. Dan probeer ik ze uit hun tent te lokken en te zeggen van, nou, doe dat nou eens. Laat jezelf eens zien. Laten we eens een feestje bouwen en zorgen dat we een gezellige middag of een gezellig weekend van hebben. Zoals ik het vaak met exposities doe. 2 dagen, vrijdags erin, zondagavond er weer uit. En dan ook mensen uitnodigen en er gewoon even werk van maken dat iedereen ook in die 2 dagen komt. Het heeft voor mij niet zoveel zin, of het heeft voor niemand veel zin, om een permanente expositie bij mij op te hangen. Omdat er gewoon te weinig mensen over de vloer komen. Ja. Dus. Maar op die manier probeer ik dat. En dat lukt ze nu en dan. En je theaterprogrammeren? En dat wordt nu natuurlijk Rekhuis. Nu? Deze uitzending. Ja, nee, ja. Maar dat is, ik vermoed ook dat Corso nu ook inderdaad uit zijn voegen barst. Dus ja, we weten het al. Ja, we gaan meer oprekken. Maar het is een ander verdienmodel dan jij hebt, Erik, dit. Wij zitten ook op dat schijf. Wij hebben ook een ideële component. Ja, de Stichting Cinecast die vertoont voor die hebben een 500 leden en die vertonen 6 films per jaar bij mij en die huren dan of die maken dan gebruik van de zaalruimte en dat doen ze dan zeg maar tegen een kostprijs gebruiken ze dat dan en dan zij hebben een aanhang voor mensen die wat minder naar de bioscoop toe gaan.
En dan krijg ik toch weer ander soort mensen over de vloer. En dat is een vrijwilligersorganisatie. Ja. En dat werkt heel mooi. En het mes snijdt aan twee kanten. De mensen komen wat makkelijker de drempel over, komen ook nog eens een keer terug. Hm. En de andere kant is mensen die anders niet zo makkelijk gaan, komen toch. Frank, jouw programmering. Hoe kom je daaraan? Melden mensen zichzelf aan bij jou dat ze willen optreden of regel jij het? Ja. Mensen melden zichzelf aan en ik regel. En je regelt. ik dacht dat het twee verschillende dingen waren. Maar het kan ook naast elkaar bestaan. Ja. Weet je wel? Dus het gebeurt allebei. Ik heb gepaste trots over het feit dat ik daar word regelmatig voor gebeld. Door mensen die van mijn huiskamertheater hebben gehoord. En die het leuk vinden om daar op te treden. Het enige is dat ik nog wel eens werk heb om te gaan bekijken wat ze dan te bieden hebben. Want ik wil dat wil je eerst zien dan? Eerst zien, voordat ik ze uitnodig. Ja. En kijken of dat voldoet aan het beeld wat ik heb, wat daarbij past. Want het moet wel aan bepaalde eisen voldoen, hè, zo'n voorstelling? Het is een bepaald gevoel wat ik heb met bepaalde optredens, met mensen die op een podium gaan staan en die dingen doen, of dat leuk is, ja of nee. Ja. Ik heb een neef, Paul, die heeft opgetreden met zijn gitaar. Dat is al 4 jaar terug, denk ik. Dat was een van de eerste die ik benaderde. En ik zei van, zou jij niet eens een keer wat muziek willen maken bij mij? Hij zat in een bandje en hij speelt solo. Dus ik zeg van, kom eens langs. Ja, hij zei, dat vind je eigenlijk wel leuk. Hij zei, want ik wilde wel eens een solo ook echt gaan optreden. Dus hij heeft toen 15 nummers gespeeld, maar vooral bij die nummers uitgelegd waarom hij die nummers zo mooi vindt of wat hij daarmee heeft. En als die mensen hun muziekbeleving op die manier in de zaal leggen, krijg je hele bijzondere sferen. En dat heeft bij mij toen echt een onuitwisbare indruk gemaakt. En nu ik 4 jaar verder ben en meer ervaring heb, merk ik ook dat bij elke optredende, elke artiest, dat daar iets gebeurt in de zaal. Gisteravond een voorstelling van Merel Mooistra, een cabaretière. En dan is ik vind er een soort magie ontstaan eigenlijk. Het is natuurlijk heel klein, het is ook best vol. 50 mensen bij mij, dan zit je gezellig bij elkaar. Ja. Dan maak je nieuwe vrienden, zeg ik. Ja. Dus, ook al wil je het niet. Ja, ook al wil je het niet. Nee, je moet wel. Maar er gebeuren bijzondere dingen in zo'n klein enkel vloer. Het is gelijkvloers, ik heb geen podium. Dus het is heel intiem. Ik heb verleden jaar ook bedacht. Nog talenten ontdekt ook? Merel Mooistra is bijvoorbeeld een van die talenten die ik heb ontdekt. Maar ook Janneke Jager of Marieke Peper of Chris Verlaan is het mooiste voorbeeld eigenlijk. Die bij mij voor het eerst echt is gaan zitten en die onlangs het Schagen Cabaret Festival heeft gewonnen. Het Schager Cabaret. Het Schager Cabaret. Dan moet je inderdaad wel een topper zijn. En hij is goed. En hij komt 8 april. Ja. Okay. De winnaar van het Schager Cabaret Festival. Zoals daar 3 weken terug Thijs van Meeberg bij me optrad. Met zijn avondvullende voorstelling. Dat is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Dan ben je goed. Toch? Dus cabaret is wel een van je... Ik vind cabaret zelf heel leuk. En op een of andere manier vinden mijn gasten het ook heel leuk. En... rolt dat zo. Ja, dat klopt. Okay. Vorige week zat Gerard Bouwhuis bij me te spelen. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar dat is een... Ik moet eerlijk zeggen dat alle namen die je hebt genoemd, er is geen één waarvan ik dacht, die. Ik zal me wat beter inlezen. Dat moet je niet inlezen. Ik kom gewoon langs. Je moet een keer zo'n all-in-uitkaartje kopen en een avondje gezellig aanschuiven. Gaan en kijken en beleven hoe dat is. Ja. Want je weet niet wat je overkomt. Nee. Dus, al nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden. Nog meer. Lachen. Je kan dronken naar huis. Ja. Ik ga het doen, ik beloof het bij deze. Kijk, de Corso kwam ik al regelmatig, maar bij jou ben ik nog nooit geweest. Die moet je aandacht verdelen. Ja. Het is niet altijd even makkelijk. Maar voor de presentator niet. Nee, nog niet. Nee. Dus wel de Corso neem ik aan. Nee, wel de Corso, ja. Ja, pas nooit geweest. Ik weet van het bestaan. Nu wel. Ja, je bent bijna je pensioen toe. Dus Dorpstraat 23. Wie weet heb ik dan wat meer tijd. Ja, Dorpstraat 23 hoor ik nog een keertje. Maar dat zouden we maar één keer zeggen, Dorpstraat 23. Oh? Nee. www. Jaap, 40 jaar onderwijs. En ook nog op dezelfde school. Ja, op dezelfde school, dezelfde vestiging. Ja. Dezelfde plaats. Is dat lafheid of dat heb ik op school ook gezegd al, want ik
moest natuurlijk een toespraakje houden toen, toen er allerlei festiviteiten georganiseerd werden waar ik niet van op de hoogte was. Daar heb ik op zich al een verschrikkelijke hekel aan dat dat gebeurt. Dat je er niet van op de hoogte bent? Ja, nee, dat ik niet de regie heb. Oh, dat ja, ik niet zo ja, goed tegen. Maar dat gebeurde die dag. En toen heb ik ook gezegd, als je inderdaad 40 jaar bij jezelf de baas werkt, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Ja. Of je bent zo ongelooflijk tevreden over die baas, mm-hmm, dat kan. En de tweede is, je bent zo'n lafbek dat je niet durft te solliciteren. Dat kan ja, ook. En ik denk dat bij mij... Een combinatie van de twee. Ja, ja. Want ze zegt over 40 jaar huwelijk ook eigenlijk. Zoiets. Dat duurt bij mij ook niet zo lang meer, maar dat, dat hoop ik ook te halen. Wat dat betreft, ben je een man ja, die vasthoudt. Standvastig, ja. Ja, ik hou vast. 40 jaar op het Clusius, maar ook op dezelfde school. Het Clusius van 40 jaar geleden was dus wat anders dan nu. Ja, het is een heel andere school. Dus, om te beginnen de naamgeving uiteraard. Ik ben destijds benoemd aan de Lagere Agrarische School Noord-Kennemerland in Castricum. Een kleine school waar we bezig waren met het opleiden van jongens, alleen maar jongens. Op dezelfde plaats? Ja, op dezelfde plaats. Was op dat dezelfde plaats. Nee, ja, ja, was op dezelfde plek. Ja, echt opleiden voor boeren en tuinders, dat was de opzet. Want je bent en vandaar ook dat ik naar die school toe ging, want ik had eigenlijk zelf ook boer willen worden. Dat was mijn ambitie. Maar dat kreeg ik niet rond met de bank. Het zijn natuurlijk, en dat waren ook enorme investeringen. De boerenleenbank wilde niet lenen? De boerenleenbank wilde mij niet lenen. Okay. Ik heb dan wel een gratis kopje koffie gekregen toen ik dat kwam bespreken. Ja. Maar ik stond vrij gauw weer buiten. Zonder resultaat. Want je wilde het bedrijf je vader overnemen? Dat had ik wel gewild, of in delen of wat dan ook, maar dat was gewoon kansloos om om dat te doen. Financieel kreeg je dat nooit rond. Dus uit armoede eigenlijk het onderwijs ingerold? Nou, je zou het uit armoede kunnen noemen, dat zo wil ik het zelf niet noemen, want de gedachte kwam toen bij me op, weet je wat, als ik dan zelf geen boer kan worden, dan ga ik ze opleiden. Nou, dat is ook ja, een hele mooie, schone taak. Ja. En daarom dus ben ik na mijn opleiding, hogere landbouwschool, met de leraaropleiding landbouw. Dat was het grote punt in die tijd, met name dat de hele landbouwsector, die had alles, had en hield alles in de eigen hand. De boeren hadden hun eigen organisatie, ze deden hun eigen voorlichting bij hetzelfde ministerie, ze deden hun eigen onderwijs, ook op hetzelfde ministerie. En ik denk dat dat ook een van de voortvloeiselen daarvan is zeker ook wel, dat wij dus nu zeer bekend staan in de wereld als landbouwland. En dat is mede daardoor veroorzaakt. Je zegt alleen jongens. Toen wel in die tijd. Ja, toen wel in die tijd. En dat waren echt jongens die boer ja, zouden die gaan boer, worden. Die boer of tuinder zouden gaan worden. Ja, maar ook bollenboer. Ook bollenboer. Ik heb dus boeren in deze regio. Een aantal veehouders, een aantal bollenboeren, een aantal tuinders uit het Heemskerker, duingebied en dergelijke. Ik heb ze allemaal in de klas gehad. En die kwamen op klompen? Die kwamen op klompen. Niet allemaal. Maar het was wel zo dat in de hal van de school er was een ruimte gereserveerd waar de klompen dan uit moesten. Maar je mocht absoluut niet met de klompen de school in. Want dan zou het zeil zou stuk gaan. Dus dat mocht niet. Dus iedereen trok zijn geitenwolle sokken of zijn sloffen aan. En liep zo de hele dag door de school heen. Ja, dus en als je een hele slechte klomp had, dan ging je met de klompen van een ander naar huis. En zo kwam je toch een gratis klompen. Oh, okay. Dat was te doen. Dus dat deed ze toen ook al? Ja, toen ook al. Dat is niet veranderd. Ik hoor nu dat er een jassenprobleem in Castricum is. Dat al die jongeren hun jassen niet kwijt kunnen in cafés. En dat ze weer met andere jassen thuis komen. Ja, maar dat goed, hebben wij opgelost. Dat gaat erop een kluisje. Ja, als je 1000 leerlingen hebt, heb je ook 1000 leerlingen. Ik bedoel, dat is in het uitgaansleven zo. Maar die klompen, dat was al een probleem. Maar er is heel wat veranderd in die 40 jaar. Er is ongelooflijk veel veranderd. Het is, de school is ook... omgeswitst van een opleiding voor boeren en tuinders tot een algemene school. Wel met het karakter groen. He, we kennen binnen het VMBO-onderwijs in Nederland kennen we diverse profielen. Profielen zorg en welzijn, techniek, noem maar op. Nou, wij hebben dan het profiel groen. Dat verzorgen wij. Dus ons onderwijs onderscheidt zich. Zitten daar nog verschillende stromingen in? Daar zaten wel verschillende stromingen in, maar met de nieuwe regelgeving vanuit de overheid is het ook zo dat we proberen een algemeen programma groen aan te gaan bieden. We zijn er ook een pilotschool in. We zijn op dit moment bezig aan het ontwikkelen van lesstof. En het volgend jaar zal dus die lesstof ook gebruikt moeten worden door alle scholen in heel Nederland. Waarbij dus alle VMBO-groenscholen eenzelfde profiel groen aanbieden. Maar ze krijgen dus een gemeenschappelijk deel, groen. Ja.
En dan ook nog wat keuzevakken, toch? Er wat, begrepen. Er en dan kun je dan kiezen voor veeteelt of landbouw? Nee, dan denk je in te oude termen. Dan. Je moet dan meer denken in termen van, ik ga wat doen aan de relatie tussen met voeding bijvoorbeeld. Of ik ga me meer richten op wat creatiefs, de afdeling bloemsierkunst. En in die kant begin ik. Maar het is niet zo dat als je voor een richting voeding kiest of een richting bloem kiest, dat je per se daar weer verder moet. Je zet je niet vast. Nee, want dat viel me op. Ik heb die schoolgidsvuur gelezen. En, dat meer dan 80% van jullie leerlingen die je aflevert, die gaat niet verder. Gaat niet verder doen. Nee, gelukkig niet. Want daar is niet voldoende werk in. Nee. Dat kan niet. En dat is ook wat ik eerder uitgesproken heb. Als we inderdaad nog alleen maar agrariërs zouden opleiden, dan zou ik de school in mijn eentje kunnen doen. Want daar zijn er niet zo vreselijk veel van nodig. Nee. Maar we geven dus een heel breed aanbod en ook alle vormen van mbo zijn mogelijk na het groen onderwijs. Maar dat is niet specifiek voor het groen onderwijs. Iemand die zorg en welzijn doet in het VMBO kan ook naar een mbo groenschool. Het agrarisch gebied is er ontzettend veel ontwikkeld eigenlijk in de laatste jaren, vooral op milieutechnisch gebied. Milieutechnisch ook heel snel. En qua regelgeving is er ook heel veel veranderd. Een agrariër die echt zich staande wil houden op dit moment, dat moet een rekenwonder zijn. En die moet goed zijn met de computer. Hij zal de regelgeving, de mestregelgeving, de kunstmestregelgeving, zal die tot in zijn vingertoppen moeten beheersen. Want het kan niet anders. En commercieel moet je zijn. Maar laat duidelijk zijn dat wij als VMBO Groenschool in Castricum niet opleiden voor die branche. Mm. Het komt wel eens ter sprake in onze lessen, maar we zijn niet echt bezig met de kwalificaties waaraan een boer moet voldoen. En waar gaan jullie leerlingen dan vooral naartoe dan? Dat kan zijn, ze gaan allemaal naar het mbo, vrijwel allemaal naar het mbo. En dat verdeelt zich dan over met name de afdeling zorg en welzijn, daar gaan heel veel leerlingen naartoe. Ook naar de afdeling economie, een klein gedeelte naar techniek en dus ook een klein gedeelte naar het groen onderwijs. Valt het niet overwegen om die profielen ook aan te gaan bieden dan? Dat mag niet. Dat mag niet. Op het moment dat wij dus zeggen we gaan die andere profielen gaan we ook aanbieden, dan zijn er een aantal scholen in de omgeving die daar vast wel hele grote bezwaren tegen zullen hebben. Ja, maar goed. Maar dat weet je zelf ook wel. Ja, toevallig weet ik dat. Maar leerlingen die in Castricum wonen en een VMBO advies hebben, die zijn eigenlijk dus, ik wil niet zeggen gedoemd, maar eigenlijk min of meer gedwongen om dus een groenopleiding te gaan doen. Nee, dat is helemaal niet nodig. Ze kunnen ook naar Heemskerk en ze kunnen ook naar Corbanie gaan. Dat is geen enkel probleem. Nee, maar dan moet ik raad het ze af, maar het kan wel. Ja, nee, dat snap ik. En het is nogmaals, je zet je niet vast op het groen. Nee, want we zijn een groenschool, maar we zijn bezig met natuur en milieu. Dat is dan ons profiel. Daar richten wij ons op. En het blijkt ook dat het goed gaat, want al die leerlingen die komen, die gaan dus niet halverwege weg. Nee, blijven. Ze blijven en ze maken de opleiding af. Sterker nog, een groot aantal leerlingen knoopt er nog een vijfde jaar aan vast om te profileren, zoals wij noemen. Dat is op een hoger niveau de school verlaat als waarop ze binnengekomen zijn. Dat zijn de leerlingen met een basis. Bijvoorbeeld die een diploma, basisberoepsgerichte leerweg die gaan daar nog een kader diploma. Kader doen, of kader gaat gemengde leerweg doen en ook de TL is mogelijk. Ja, en dat mag. Dat mag. Nee, dat gebeurt niet op alle scholen, heb ik begrepen. Nee, maar wij bieden jullie dat doen wel dat, aan. Ja, wij bieden dat aan. Komend jaar hebben we waarschijnlijk 27 leerlingen die dat gaan doen. Ja. En anders moeten de leerlingen in het mbo die stap maken. Moet je het mbo die stap gaan maken. Ja. Ja. Dan heb je 40 jaar gewerkt, 20 jaar als docent en 20 jaar als leidinggever. Ja, ik ben begonnen als docent in de landbouwtechniek, techniek, motorentechniek, dieseltechniek. Dat heb ik 20 jaar gedaan. En toen ben ik langzaam doorgeschoven. Dat is heel groen, want een boer zonder dieselmotor bestaat niet. Ik heb ook als automonteur gewerkt, maar dat was verre van groen, denk ik. Ja, dat was En na die 20 jaar dus doorgeschoven in een directiefunctie. Vanzelf gegaan? Nou, is wel min of meer vanzelf gegaan. Het was zo dat ik in die tijd al wat taken overnam van een andere adjunct directeur en ook van een directeur. En zo ben ik daarin gerold. Het Clusius College ontstond toen. Waarop ik tegen de toenmalige voorzitter van het college van bestuur zei van, goh, ik heb weer een nieuwe benoeming gekregen aan het Clusius College. Maar dat is een acte van benoeming voor een docent met taken, maar dat doe ik toch eigenlijk niet. Ik ben toch al een beetje bezig in wat directiewerk. Waarop de voorzitter zei, nou, ik zal erover nadenken. En 2 uur later kwam hij de school binnen en zei, Jaap, hier is je acte van benoeming, je bent adjunct directeur. Zo ging dat toen. Het
gaat makkelijker dan tegenwoordig. Dat kun je wel zeggen, ja. Want tegenwoordig heb je te maken met een sollicitatieprocedure, een benoemingsadviescommissie. Ja, je moet een assessment zul je zeker moeten doen. En je moet een cursuslijn geven voor de beginners gevolgd hebben. Het zou dan ook best kunnen als ik nu weer solliciteren dat ik afgewezen zou worden. Ja, omdat je het assessment niet haalt. Of, omdat je... of dat ik daar geen zin in zou hebben. Nee. Dat zou kunnen. Maar als die helemaal geen talent heeft voor leidinggeven, dat kan ook nog. Ja, dat zou kunnen. Heb je het altijd met veel plezier blijven? Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Ik zeg ook heel vaak tegen mensen, dit is mijn school. Als ik praat over het Lucius College, dan praat ik over mijn school. Er is natuurlijk helemaal niks van mij bij, maar het is mijn school. Ja. Ik heb ook wel de indruk dat ik daar wel wat voetsporen heb liggen. Ja. En de langzittende waarschijnlijk ook. Ik ben op dit moment zeker de langzittende. Sterker nog, ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat iemand 40 jaar aan dezelfde school in dienst was. Kan ik bijna niet, want al mijn collega's die vertrokken zijn de afgelopen jaren, die gingen met hun 59ste met pensioen. En dan haal je dus geen 40 dienstjaren aan dezelfde school. Nee. En wij mogen gelukkig wat langer werken. Ja, ik mag tot 67, dus ik haal de 45 dienstjaren, wat in het onderwijs. Ik mag 65 jaar en 9 maanden. Dus. Ja, jij nog anderhalf jaar, hè? Wat ga je daarna doen? Heel veel met mijn handen werken. Lekker met mijn handen tuin, werken. Of, ja, in de tuin? Ja, ook in de tuin. Nee, dat ga ik niet meer doen. Nee, maar gewoon lekker met de handen bezig zijn. Ik heb een mooie schuur met mooie gereedschappen, mooie machines erin. Lekker klussen bij de kinderen in de huizen en bij de kleinkinderen enzovoort. Ja. Lekker met de handen. En als ze je dan nog even nodig hebben op school? Ze mogen bellen, maar ik zal er niet veel mee komen. Nee. Ik vind ook dat je daar toch redelijk rigoureus in moet zijn. Een uitspraak van mij is altijd, de koning is dood, leve de koning. Er komt wel weer een ander en die kan het minstens net zo goed als ik. Mooi slot. Dank je. Dank. Maarten, onze eigen Maarten Mingelen noemen we je, Ferry Mingelen. Je bekijkt de politiek van een afstand als journalist. En er is nogal wat te doen in de politiek op het ogenblik in Castricum. En daarom heb ik je uitgenodigd om wat licht te laten schijnen op alle duisternissen, want het ziet er niet best uit op het ogenblik. Even terug naar het begin, Maarten. Er is een overschrijding, heeft er plaatsgevonden, op externe inhuur. Ja, de gemeente had externe ingehuurd en dat hebben ze gedaan omdat er te veel ziekteverzuim was. Dus die gaten die moesten gevuld worden. Ja. En dat hebben ze gedaan door externe in te huren, maar het bleek er toch iets meer te zijn dan ze dachten. Was het alleen ziekteverzuim of was het ook dat ze mensen nodig hadden om die decentralisatie van de zorg vorm te geven en die boegsamenwerking vorm te geven? De gemeente krijgt heel veel op zijn bordje met de BUG-fusie, met Bergen uit Geest, Castricum en Haarlo, ambtelijke fusie. Het sociaal domein, de 3D's zoals dat genoemd wordt, op zorg, jeugdzorg en ouderenzorg. Dat komt er allemaal bij. Dus de gemeente heeft druk en daardoor hadden ze die externe echt nodig, zelf. Maar ook dus de werkdruk is waarschijnlijk toegenomen? Zeker op het sociale domein. Daar en dan worden mensen ziek en dan... Precies. Oké. En dat hebben ze niet goed gemonitord. Dus er waren op verschillende afdelingen werden mensen ingehuurd en dat is niet gecoördineerd blijkbaar. Nee, dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is. Er is te weinig communicatie geweest tussen de financiële afdeling, om het even simpel te zeggen, en de personeelsafdeling. Ja, en wie had dat moeten coördineren? Is dat dan de gemeentesecretaris? Ja, dat wordt niet helemaal helder. Maar wel duidelijk is wie er politiek voor verantwoordelijk zijn. En dat is voor het gedeelte van de personeelszaken is dat de burgemeester. En voor het gedeelte van de financiën is dat wethouder Kleinstra geweest. Ja, en dan zijn ze achtergekomen in november? Ze hebben voor de zomer van vorig jaar, dus 2015, zijn ze een onderzoek gestart naar die externe. En dat is pas in november inderdaad bij het college terechtgekomen. En toen is het ook pas daarna... 2 maanden daarna is het aan de gemeenteraad gecommuniceerd. En dat kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Ja, en de gemeenteraad was daar niet blij mee. En die hebben toen een motie van treurnis. Is dat echt een officieel iets? Of... Ja, je kan een... Oh. Ja, dat is, je hebt 3 soorten moties die je dan kan indienen. Je hebt de motie van afkeuring, treurnis en wantrouwen. Dus dat is eigenlijk een opbouwende trap. Treurnis is even erger dan afkeuring. Ja. En minder erg dan wantrouwen. Ja. Okay. Ja. Nee, dan weet ik dat. Ja.
En die is aangenomen? Unaniem. Unaniem. Alle partijen die hebben daarmee ingestemd. Ook deze 60. Niemand was er blij mee. Ook de partij van... Heel Brand Kleinstra, ja. En dat was de wethouder van Financiën. Ja. En Kleinstra is daarvoor verantwoordelijk gehouden? Samen met de burgemeester. Samen met de burgemeester. Dus die deden de debatten altijd samen, ja, met z'n tweeën. Want de burgemeester, Mans, die heeft P&O onder zich en Kleinstra Financiën. Ja. Oké. Duidelijk. Is het ziekteverzuim terug? Hoe bedoel je? Nou, is het minder geworden? Dat weet ik niet. Er is geen cijfers over bekendgemaakt. Maar ze gaan nu wel elke 3 maanden, komt daar een rapportage van. En die eerste die zou ongeveer nu moeten komen. Maarten, waarom is er na die motie van treurnis toch daarna nog een motie van wantrouwen ingediend? Dat was een heel schimmig proces in de achterkamertjes, zeg maar. Is er veel vergaderd natuurlijk. Nou, er werd eerst gezegd dat die inhuur van externe, dat eenmalig was. Toen bleek uit berichten van de krant dat het structureler was. Toen is iedereen op zijn achterste benen gaan staan en hebben in de kerstvakantie, het kerstreces, is er heel veel overleg geweest. En de onduidelijkheid, die kon niet worden weggenomen. Dus er zijn van heel veel vragen gesteld in december nog. En ook in het college zelf namen de spanningen al toe. Je had 2 kampen in het college, eentje van CKNG en PvdA. En eentje van VVD en D66. Die van VVD en D66 die zaten heel erg op de harde financiële lijn. Dus als we tekort hebben, dan gaan we bezuinigen of de inkomsten verhogen of zo. En PvdA en CKNG die zaten daar iets losser in eigenlijk. Ja, en dus toen zijn er spanningen ontstaan. Die spanning hebben ze geprobeerd op te lossen. Ja. Of althans, dus externe hulp. Weer externe hulp ingevlogen. Ja, die was gratis. Het scheelt. De burgemeester van Schagen. Ja. En die heeft de zaak gelijmd, maar blijkbaar niet goed. De burgemeester van Schagen die heeft dus met de coalitie gepraat. En daar is toen besloten dat er geen motie van wantrouwen zou worden ingediend of zou worden gesteund door de coalitiepartijen. En dat is uiteindelijk toch gebeurd. Ja. En hoe kon dat? Nou, de CKNG en PvdA hadden toch onvoldoende vertrouwen in Hilbrand Kleinstra dat hij de financiële situatie van de gemeente zou kunnen verbeteren. Dus ze hebben eerst gezegd, we gaan het niet steunen. En dat hebben ze achteraf, naderhand dus wel gedaan. Ja, en daar zijn VVD en D66 heel boos over geworden. Ja. Ja, nee, ik begrijp het. En toen is Kleinstra weggestuurd? Ja, toen heeft... En Mans niet? Mans niet. Nee, klopt. Mans is verantwoordelijk voor P&O natuurlijk, ja. Maar ze hebben hem niet weggestuurd, nee. Nee, oké. En Kleinstra is weggestuurd en daar had D66 had dus daar een ander persoon voor in de plaats kunnen zetten. Ja, theoretisch gezien hadden zij een andere wethouder kunnen voorstellen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben meteen nadien de steun aan de coalitie teruggetrokken. Dus D66 heeft de coalitie verlaten. Dat hebben ze gedaan omdat zij vonden dat CKG en PvdA niet meer te vertrouwen waren. Dus ook de nieuwe wethouder van D66 zou niet in dat college kunnen functioneren. Okay. Dus ja, dat is eigenlijk de reden geweest. En de VVD is daarop gevolgd. Ja. Die hebben datzelfde blijk van wantrouwen laten blijken aan CKG en PvdA door ook uit het college te stappen. Ja. En toen dacht CKG van nu gaan we een nieuw college vormen. Ja. En dat is mislukt. Ja, CKG mocht het voortouw nemen, omdat ze bij de raadsverkiezingen in 2014 de grootste partij waren geworden. 4 raadsleden hadden ze toen? 4 raadsleden hadden ze toen en nu zijn er nog 2 over. Ja, zijn er 2 opgestapt? Nee, die zijn aan andere, die zijn zelf een partij gestart. Dus CKG zit er jij noemde de buitenspelers, hè? Of ja. De linksback en de rechtsback. Ja. Die zijn weg. Ja, die Vera Bosboom, ja. De linksback. Ja. Ja. En Ralf Kastrikum, de rechtsback. Oké, okay, ja. Dus alleen het centrum zit er nog. Ja. Ja. Maar goed, die hadden dus konden het voortouw nemen om een nieuwe coalitie te vormen, omdat ze 4 zetels hadden. Maar omdat ze nu nog 2 hebben, kan dat niet meer. Of is dat in eerste instantie, die Vera Bosboom die was al veel eerder weggegaan, ja? Al voor deze tragedie misschien. Dus ze hadden nog 3 zetels toen over. Toen zijn ze de gesprekken begonnen met GroenLinks. Met eigenlijk de hele oppositie. Ja. En dan zouden CKNG, PvdA, GroenLinks, CDA en GDB... die zouden een wethouder gaan leveren met z'n 5. En dat zou dan net een meerderheid zijn.
En met het wegvallen van Ralf Castricum, wat ook in die periode plaatsvond, zou er geen meerderheid meer zijn voor die vijf partijencoalitie. Dus dachten ze aan gedoogsteun van een zesde of een zevende partner. Dus dat werd heel ingewikkeld al. Ja. Ik moet maar voorstellen hoe dat gaat met GroenLinks en CDA en CKNG, hoe die samen tot een collegeakkoord zouden kunnen komen. En daar heeft het CDA weer de stekker uitgetrokken? Of is dat ook weer te kort door de bocht? Ja, een klein beetje. Ja. CDA en GDB hebben samen de stekker eruit getrokken uit die collegeonderhandelingen van 8, wat het toen was. En dat hebben ze gedaan omdat Ralf Castricum het weekend daarvoor vertrokken was. En dat zij, CDA en GDB, hadden niet het idee dat het CKNG in staat was om een nieuw college te vormen wat kon rusten op voldoende steun. Okay. En wie zijn er nu aan het praten dan? Nou, toen heeft... Oh. Toen een lange uitzending. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar we moeten het toch even uitspitten, want anders dan... Toen heeft de VVD het voortouw genomen, omdat zij de tweede partij waren bij de raadsverkiezingen. Ja. En zij zijn de gesprekken gestart met D66, hun bondgenoot. Een vriendje? Ja. En CDA en GDB. Oké. Okay. Die eerdere gesprekken verlaten hadden. En het kan zijn dat als kijkers deze uitzending zien, want het is nu 19 maart. Ja. Als u het een week later, als ze het een week later zien, dat er al een nieuw college is gevormd. Ze rekenen op Pasen. Dat is het doel van Kees Rood, de fractievoorzitter van de VVD en de wethouderskandidaat van de partij. En Kleinstra is eigenlijk toch wel ernstig aangeschoten wild nu, hè? Ja, Kleinstra, die komt niet meer terug. Die komt niet meer terug. Nee. Nee. Terwijl die man het ook goed bedoeld heeft natuurlijk. Ja, ik denk dat als je je in gaat zetten voor de gemeentepolitiek, dat je gewoon echt avonden moet vergaderen over moeilijke onderwerpen waar je eigenlijk niet zo heel veel zin in hebt, dan moet je al goede bedoelingen hebben om er überhaupt aan te beginnen, denk ik. Ja, dus het is gewoon wrang dat ze dat binnen een volwassen instelling eigenlijk niet met elkaar kunnen oplossen. Ja, het is ook heel wonderlijk, want ze zitten met z'n 23 in de raad. Ja. En het is eigenlijk een heel hecht clubje, maar op dit soort momenten zie je toch dat er grote verschillen zijn. Ja, en volgens mij zijn de verhoudingen toch wel behoorlijk verstoord op het ogenblik. Ja, dat hebben Esther Hollenberg. Dat luister ik ook, ja. Dat hebben Esther Hollenberg, die ook niet meer terugkomt in het nieuwe college. Die zou eerst wel terugkomen. Die zou eerst wel terugkomen, maar die heeft het toch van. Die heeft de buik van vol? Ja, die zit zat. Snap je dat? Ik denk het wel. Ja. Als je ziet hoe die gesprekken gegaan zijn en dat debat over die motie van wantrouwen, dat was echt wel heftig. Ja. Dan kan ik me best voorstellen dat je er echt geen zin meer in hebt. En als het alleen maar over poppetjes gaat en over kleine dingetjes, dat je daar echt geen trek meer in hebt. Om daar maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat nu de bagger dan toch op tafel ligt, dat je ook weer vanuit die puinhoop iets nieuws op zou kunnen bouwen. Ja. En dat is eigenlijk wel jammer, hè? Want nu ligt er eigenlijk heel veel open kaart. Ja. Het is veel duidelijk geworden. En toch... Het is toch een schande dat er zo met de belangen van de Castricummer omgegaan wordt. Het gaat uiteindelijk gaat het om de bevolking, het gaat om ons dorp, en het gaat om de omgeving. Gaat om ons, laat ik dan zeggen, om anderen als wij. Dat, en wat vind je precies een schande? Ja. Maar het is toch een schande dat dit gebeurt. Maar wat is precies de schande dan? Wat is precies de schande? Dat we niet, dat zij het niet voor elkaar weten te krijgen om op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan en om dit dorp gewoon te besturen. Want op dit moment is het dorp dus stuurloos. Nou, de schande, weet je wel, daar zou ik van denken dat er een soort opzet in het spel is. En dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik schande zijn. Maar ik kan zeggen, ze zijn niet bij macht. Het is jammer dat het kennelijk niet lukt in deze club. Ik denk dat de zakelijke verschillen van mening en de persoonlijke verschillen van mening, dat daar de crux in zit. Want ze kunnen het niet zakelijk oplossen. Vanuit deze puinhoop zou je kunnen zeggen van, hey jongens, laten we alles een beetje uitspreiden, eens bekijken. Je hebt daar een zaaltje voor om dat op te lossen. Ja. Ik heb een hartstikke leuk zaaltje voor om dat op te lossen. Maar goed, de motie van wantrouwen, dat was eigenlijk tegen Kleinstra, dat was volgens de andere partijen, vooral GroenLinks, die was fel in dit debat, een opstapeling van factoren. Hilbrand Kleinstra die zou te aanwezig zijn en te veel... alleen als het goed ging met het financiële beleid in beeld komen en als het dan slecht ging, zoals nu, dat hij dan op collegiale verantwoordelijkheid zou rusten en dus iedereen de schuld zou moeten geven. Mm-hmm. Dus het wrong al een tijdje. Het zat al niet... Het zat niet lekker. Nee.
Goed. En dit is dan de druppel geweest. Het is nu wachten op witte rook. En dan krijgen we een nieuw college van GDB, CDA, CDA, VVD en D66. Met alle vier nieuwe wethouders. Met vier nieuwe wethouders. Ja. Overigens moet ik zeggen dat mijn stelling, hè, vanuit de puinhoop weer opnieuw beginnen, niet altijd even makkelijk is. Hè. Dus dat ik niemand kwalijk neem dat dat niet gebeurt. Nee. Maar het zou wel een optie zijn op zich. Weet je, om de boel er bij elkaar te rapen en te zeggen van nou, laten we het eens even heroverwegen allemaal. Nou, we wachten het af, Maarten, hoe het gaat oplopen. We blijven het volgen. We blijven het volgen. Bedankt voor je analyse. U allemaal bedankt voor het kijken. Ik heb trouwens nog wel één mededeling, dat moet ik niet vergeten. En dat heeft namelijk te maken met de Rabo Clubkas. Alle klanten van de Rabobank die kunnen stemmen. Ze kunnen vanaf dinsdag 29 maart tot en met maandag 11 april kunnen ze stemmen op een vereniging of een stichting. En de verenigingen en stichtingen die veel stemmen krijgen, die krijgen dan weer geld van de Rabobank. En u kunt ook stemmen op ons. Nou, u kunt niet alleen stemmen op ons, u moet gewoon stemmen op onze omroep. Wij zitten niet zo ruim in onze spullen. We gaan het geld wat we eventueel binnenhalen dan gebruiken voor onze verhuizing naar Nieuw-Geesterhagen. Verder bedankt voor het kijken. Wilt u reageren op deze uitzending, kan het beste via de mail, via contact@c-tv.nl. Wij mogen nu al een stuk slaan, toch? Nee, nog niet. We hebben nog één uitzending in deze ruimte. Oh, ja. Goed, bedankt voor het kijken. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum.